Oké, dan de Voge DS 650. 1-cilinderblok van BMW. Terwijl de DSX die daar staat een 2-cilinderblok van Honda heeft. Dit zou dus meer vergelijkbaar moeten zijn met XT. Jabba. Hij stond in zijn versnelling. En in zijn twee. Hier zien we toch niks mee, mensen. De koppelingshandvat zit echt heel ver naar beneden. Dat is echt zoeken gewoon. Oké, nou is het 2 voor het rondje. Oeh, dat vond hij dan niet tof. Te vroeg is het 2. Oeh. Oké, als hij eenmaal in zijn 2 zit en hij rijdt lekker, dan gaat hij wel. Dan merk je ook een beetje het ruwen van het blok. En dan gaat hij toch naar zijn 2. Voor een slalompje. Slalom doet hij wel, maar zijn 1 is vrij interessant. Althans, de 2 is vrij interessant. Hij gaat vrij laat naar zijn 2, om zo maar te zeggen. En de koppelingshendel zit heel laag. Binnen met een sleup in de koppeling en geen rem. In principe geen gas, geen rem. Lichtslippende koppeling dan maar. Want ze rijden hier zo ontiegelijk traag. Zo'n BMW R. Niet dat je die hier kan testen, maar dat lijkt me ook nog wel geinig. Ja, als we moeten kiezen tussen deze, goed 650 etc, niet helemaal te vergelijken natuurlijk, en CFMoto, dan voelt CFMoto gewoon net wat fijner aan. Ook denk ik, omdat die eerste versnelling wat beter is en de koppeling zit op een wat betere plek. Ze zijn wel lekker positief aan commentaar geven of met complimentjes geven. En om en om en om. En om, en om, en om, ja. Dan over de putdeksel. En om, en om, en om, en om. Volgens mij mag je tot de 50, werd er gezegd. Is het neutraal?